Goedendag beste kijker bij Klaagmuur TV vanuit Kortrijk. Vandaag als thema, de belangrijkste personen van de eeuw ondersteunen bevolkingsreductie. De journalist Olivier Janisch toonde in zijn boek Das Kapitalismuskomplot, het kapitalismecomplot, aan dat vanaf 1910 gelden van de families Rockefeller, Carnegie, Harriman en Kellogg in organisaties van de eugenetica-beweging vloeiden. Deze beweging wordt onder andere gekenmerkt door de veronderstelling dat diegenen aan de top van de sociale ladder hun superioriteit als ras zouden hebben bewezen, terwijl diegenen onderaan biologisch niet de voorwaarden bezitten om succes te hebben. Ook vandaag nog, al dus Janitsch, ondersteunen de Rockefellers en andere invloedrijke personen, zoals bijvoorbeeld de miljardair Bill Gates en Warren Buffett. Organisaties van deze beweging die zich tegenwoordig meestal uitgeven als weldadig. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Planet Parenthood, een organisatie die voor abortus, voorbehoedsmiddelen en sterilisatie opkomt en gesticht werd door Margaret Sanger. In België is het Sensoa, in Nederland de Vereniging voor Seksuele Hervorming. Sanger wordt gehuldigd als heldin van de vrouwenbeweging en door het magazine Life zelfs als één van de belangrijkste personen van de eeuw op de voorgrond geplaatst. In werkelijkheid, zo verklaart Janitsch overtuigend aan de hand van uitreksels uit haar werken, was Sanger een aanhangster van de eugenetica, die bijvoorbeeld gedwongen sterilisatie verdedigde. In één van haar boeken kenmerkte zij bepaalde bevolkingsgroepen als menselijk onkruid en idioten, die het niet verdienen kinderen te hebben. Iedereen die arm zou zijn en mensen met niet normale kinderen moesten volgens haar worden gesteriliseerd. Hier verbergt zich, onder de dekmantel van weldadigheid en vooruitgang, een vrede aanval op onze ongeboren kinderen, gefinancierd en bevorderd door de belangrijkste personen van onze tijd. Hartelijk dank voor het kijken.